Edwin, je bent een van de experts bij de Sterrenacademie, de Star Academy van Sterren.nl. Ja, nieuwe tribuis vanaf 4 augustus. We gaan nieuw talent ontdekken en die gaan we klaarstomen voor het vak. Zo goed als kwaad, als dat kan natuurlijk met onze ervaring. Nee, maar hartstikke leuke uitdaging om te doen, om nieuw talent te ontdekken en eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik vind het heel spannend. We hebben de selectie al gemaakt, er blijven 3 kandidaten over. En met die 3 gaan we dus aan de gang. En dat betekent, ik doe dat samen met Sander de Klerk van CNR Records. En Menno Muis, die gaat dus het hele boekingsverhaal en het managementverhaal doen. Ik ga de plaatjes opnemen en Sander gaat de plaatjes uitbrengen. Dus ja, en de Tros gaat het helemaal volgen en ondersteunen. Dus het wordt een heel leuk programma om naar te kijken. En wat is nou het geheim van een goede ster? Nou, het is niet één ding. Het is natuurlijk een heel pakket bij elkaar. En dat begint natuurlijk wel met een goede stem. Maar ook hoe iemand eruit ziet, hoe die zich kleedt, hoe die praat, hoe ze zich presenteert. Het hele boeltje bij elkaar. En volgens mij hebben we 3 hele potentiële kandidaten gevonden die allemaal dat wel in zich hebben. En je komt binnenkort ook op TV Oranje met een programma Achter de Sterren? Ja, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Een kijkje achter de schermen van het werk wat ik doe met de artiesten met wie ik werk. En onder andere Jeroen van der Boom, Nick en Simon, een hele rij komen er voorbij. En het is een keer leuk om te zien hoe dat in zijn werk gaat. Hoe nou uiteindelijk die plaatjes ontstaan. Waar ze gemaakt worden, hoe ze gemaakt worden en hoe ze ontstaan, zeg maar. Dus 9 afleveringen lang op TV Oranje. En wanneer begint het? Het begint 23 augustus om 7 uur 's avonds. Dus het duurt een half uur met allemaal clips door elkaar heen verweven. En het verhaal achter de sterren, dus zeker de moeite waard om te kijken.